Was er nog wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Het lijkt er steeds meer op dat alles op tv al een keer gedaan is. Alles keert terug op tv of men probeert tevergeefs het wiel opnieuw uit te vinden. Zo startte vrijdag bij de VARA een nieuw satirisch consumentenprogramma. Kan niet waar zijn, met Astrid Joost. In Polen heeft een politieman zichzelf op de bon geslingerd. Meneer Van Dijk, wilt u van mijn boekje afblijven? Meneer Van Dijk, dat is mijn... Maakt u het niet erger? Maakt u het niet erger voor uzelf? Klachten van kijkers over problemen met bedrijven of de overheid worden door een groep cabaretiers, waaronder Mike Baudet en Plien van Bennekom, op humoristische wijze uitgebeeld. Waar hebben we dat ook alweer eerder gezien? Tja, KRO's ook dat nog dus. Maar de VARA zoekt het liever dichter bij huis en trekt de vergelijking met hun eigen programma Hoe bestaat het van 30 jaar geleden. We hebben een paar vrij dwingende uitnodigingen gekregen. De eerste van meneer Greuter uit Landsmeer. Uitvaartcentrum Noord. Mensen moeten zich bij ons thuis voelen. En voor aarzelaars een foto van meneer Kooistra uit Dokkum. Crematie, er wordt op u gewacht. Zo, nu alweer afgelopen mensen, hoe bestaat het? Maar volgende week terug. Ja, en presentatrice Astrid Joosten zelf, nou, die heeft haar eigen mening over de ontstaansgeschiedenis. Ik heb het eigenlijk zelf bedacht om... Sorry, wat zeg je, Astrid? Ik heb het eigenlijk zelf bedacht om... Nou, het enige dat nog een klein beetje nieuw is, komt uit Astrid's andere programma, Alles draait om geld. Namelijk de rubriek Weggegooid geld, over verspilling van overheidsuitgaven. Maar dat is ook al eens eerder gedaan in het RTL-programma Over de Balk. Ja, vernieuwend is het dus allemaal niet, dus zal het programma staan of vallen met de kwaliteit van de sketches. En in de eerste aflevering zaten eerlijk gezegd nog niet heel veel dijenkletsers. Laten we het maar een kans geven, maar het niveau moet wel wat omhoog hoor. Diezelfde vrijdag was, na 7 maanden van uitzenden, pas het tweede tv-programma van Omroep Poon te zien. Heilig Gras, een documentaire reeks over de liefde voor sport, van sportjournalist Henk Spaan. De start was veelbelovend, getuige een prachtig interview met voetballer Robin van Persie. Van Persie, schitterend aangenomen en schitterend Ik vind dat jij slecht bent aangespeeld tijdens dat WK. Ik heb niet heel veel scoringskansen gehad. En als je puur naar die wedstrijd kijkt en naar de feiten van dat toernooi, dan liep ik gewoon heel veel. Dus als je dus veel loopt, zou dat reden moeten zijn dat je... Om je aan te spelen. Dat je dus vaak genoeg in die positie komt. Dus als je een loopactie doet, dan verwacht je de bal. Dat is wel hoe ik het zie. Spaan zou de serie oorspronkelijk samen met Hugo Borst maken. Maar zoals bekend heeft die, licht overspannen, moeten afhaken. Spijtig voor het opstandige Poont, want met Spaan alleen is van brutaliteit weinig meer te merken. Die heeft zijn wilde haren uit de tijd van Pisa en die twee nieuwe koeien duidelijk verloren. Maar voor het programma is het alleen maar goed dat Spaan nu alles alleen doet. Want daarmee gaat alle aandacht tenminste uit naar de geïnterviewde. Maar ja, past dit dan wel bij Poont, zou je zeggen? Want getuigen de reportages in het Poont Nieuws, moet het bij die omroep toch vooral om de gevatte vragen van de interviewers draaien. Wacht, we vragen het Henk zelf even. Ja, Henk. Ja, hallo Henk. Zeg even over dat heilige gras van jou. Leuk programma hoor, maar is Poont daar nou blij mee? Ja. Oh, echt waar? Ik vind jou veel beter bij de VPRO passen. Wilfried de Jong die gaat stoppen met Holland Sport. Dat gat zou jij prima kunnen opvullen, vind ik. Zeg mij dan niet! Kassie kijken met Ron Vergouwen.